Ze zijn er altijd, constant binnen, buiten. En daar wil ik het deze video over hebben. Want het belang en de kansen. Maar vandaag wil ik je gedachten eigenlijk ook koppelen met de mannelijke en de vrouwelijke energie. Want wanneer zelf hard met mijn mega en die emoties aangewakkerd worden door de gedachten, de negatieve gedachten vaak die er zijn twijfelen rond het al dan niet kunnen slagen, maar niet of het al dan niet goed bezig of komt het wel goed of wat dan ook, dan is getriggerd. Dan gaan we gaan twijfelen, dan verliezen we eigenlijk controle. En zeker als je de vrouwelijke energie bent in een tweelingvlamconnectie, dan ga je merken dat die emoties zijn jouw kracht, maar ze kunnen ook je valkuil zijn. En emoties te gronden in die zin door overweldigd te worden of er niet door meegesleept. En waar dat je dan vanuit jouw gedachten eigenlijk dan die emoties op niet controleert, lukt dat soms niet. Nu heb ik gemerkt dat wanneer mijn tweelingvlam vanuit zijn visie hetzelfde probleem, dat hij dus dan meer vanuit zijn logische mind dan eigenlijk een aantal zaken aan dan dat er ik dan op dat moment eigenlijk kan aan energie van logica, structuur, niet mee gesleept wordt in die flow. Dat wanneer je in positieve emoties zit, dat nacht is als flikker in vrouw, wanneer je die flow zaken gaat gaan aanpakken. Maar soms kunnen we onszelf er ook in verliezen. En dan hebben we eigenlijk onze mannelijke energie nodig om opnieuw gegrond te worden. Hebben we iemand of iemand die gewoon ook luistert? Want door het is waar hij doorheen gaat, of de obstakels waar hij tegenaan loopt, en niet onmiddellijk de les ziet van hoe dat het kan gaan veranderen. Dan helpt dat, die dat helpt achter die, om anders te gaan kijken naar de situatie. En dat ook doe aan mijn klanten, wanneer dat ze overweldigd worden door, dan gaan we eigenlijk vanuit de mind, dus vanuit de gedachten, geven, een aantal stapstenen geven, zodanig je gedachten kan gaan verschuiven uit het negatieve denken. Want wanneer je in negatieve denken zit en dat die pot hebt, dan ga je eigenlijk gaan denken. Waardoor dat we in die negatieve spiraal, waardoor we onze energie. Dus wanneer je er zelf niet uit geraakt, het is belangrijk dat je iemand hebt dat je vertrouwt, die delen, maar dat die gaat in jouw negatieve vibratie en jouw negatieve de weg weer gooien, om op een andere manier naar die gedachten en emoties te gaan kijken. Want emoties ervaren is eigenlijk een teken op het van of wat dat voor je hoogste goed is. Oude overtuigingen zijn we nog niet gewoon om op een andere manier, doordat we er niet alleen uit geraken of een spirituele tandspiegel zijn om te gaan tonen dat je zelf saboteert, welke overtuigingen waren, dat je constant en waarheid geeft en kracht dus geeft aan die waardoor dat je in die negatieve zwaarder emoties blijft. Op die manier kan je je vrouwelijke energie gaan gebruiken om die negatieve gedachten te veranderen in positievere gedachten. Eigenlijk dan een halt toeroept aan emoties, waar dat puur vrouwelijke energie is, meldigend, zeker als het gaat over negatieve emoties, waardoor dat we denken dat de waarheid is. Maar daar zijn illusies. Dus op dat moment heb je dan eigenlijk nodig ofwel gewoon je eigen kracht, dus je eigen mannelijke energie, die zegt van, je geeft en gelooft eigenlijk te veel je emoties, je ziet ze aan als waarheid en als, je geeft ze eigenlijk je macht weg. En dan dat je eigenlijk je focus verlegt, alles op alle obstakels dat je al reeds overwonnen hebt, op alle lessen dat je al geleerd hebt. En net door je focus te verleggen van wat dat je tegenaan loopt en die diepe, zware, lastige emoties, naar wat dat er al dat je weet, dat helpt jou en eigenlijk door die cirkel, dus 10 stappen, en jouw energie weer omhoog te krijgen. Kan je dus eigenlijk jouw gedachten kunnen om je dan weer beter te gaan. Waarom? Omdat oorspronkelijk die gedachten waren die ervoor gezorgd hebben dat je je negatief of slecht bent gaan voelen. Maar je was of tegen eigenlijk dacht dat dat eigenlijk van je ziel was en dat dat de waarheid is. Voordat die emoties jou willen zeggen, is dat je verkeerd aan het denken bent. Hoe kan je nu gaan verschuiven uit die negatieve energie, uit die negatieve gedachten, door gewoon gedachten te gaan de revue te laten passeren totdat je jezelf eigenlijk weer die opwinding voelt, waardoor je weer die liefde voelt, waardoor je weer eigenlijk het geluk weer bij voelt. Daar kan je natuurlijk die universele vlam gebruiken om bijvoorbeeld de blauwe vlam om meer je te gaan spreken, vlam bijvoorbeeld om meer en in jou aanwezig is.
Dan zijn er niet alleen om de violette vlam te gebruiken, maar ook om de zwam te gebruiken. Want de diamantenvlam is eigenlijk de beide aspecten van bronenergie. Waarbij dat de diamantenenergie hetgeen is die verbonden is met eenheid en liefde. En de zwarte energie is verbonden met de leegte. Het niks, de afwezigheid van liefde. Maar daar, wanneer je die samen eigenlijk de aspecten van de bron, waardoor dat je heel snel diepe blokkades kan gaan transformeren. En eigenlijk gewoon door die diamantkrachtige, sterke steen of edelsteen of kristal, die ervoor zorgt dat echt elke obstakel eigenlijk doorbroken kan worden. Dus op die manier kun je eigenlijk, hoe je gebruikt, kun je die eigenlijk gebruiken om uit die negatieve. Ik heb drie vragen. Andere thema's, wil meer duidelijkheid over willen of tips wilt rond ontvangen, dan kun je die zeker onderaan aanplaatsen. En dat is de video. En vergeet niet te abonneren, dan word je op de hoogte upload. Zo, dat was het voor nu.